Welkom lieve watertekens. Vandaag de Power of Love orakel deck. En deze engelen tarot. Fijn dat je kijkt. Dankjewel voor het liken, delen, abonneren, doneren. De positieve reacties, dankjewel. Als je nieuw bent, kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert. Het is gratis. Bovendien ben je dan energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Waardoor de readingen meer en meer met je gaan aansluiten. Ik heb meerdere kanalen. Kijk even hieronder voor, om het overzichtje te zien. Of als je interesse hebt in een privé reading of healing, staat daar ook het linkje naar mijn website. Dus vandaag de reading voor de watertekens. Dus dat is de schorpioen, de kreeft en de vissen. Dus als jij als je dat bent of als je met iemand te maken hebt die daar sterke plaatsingen in heeft, of als jij door een emotionele periode gaat, dan kan ook deze reading van toepassing voor je zijn. Algemene energie bij de watertekens. Virtue. Ook deze kwam trouwens bij de vuurtekens naar voren. Dus misschien dat je ook vuur in je zon, maan, Venus of ascendant hebt. Dus dat je realiseert wat voor impact spirituele zaken, maar ook liefdevolle zaken. Dat een enorme impact heeft op anderen, op het gebied van groei en liefde. We gaan eens even kijken. Misschien doen jullie veel voor je medemens. Ook dat kwam naar voren bij de vuurtekens. Wat mogen wij weten voor de schorpioenen? Forgiveness. Wat mogen wij weten voor de kreeft? Bereidwilligheid, vergiffenis, bereidwilligheid. En voor de vis hebben wij spontaniteit. We gaan eens kijken. Ik voel bij de schorpioen dat je iets of iemand mag vergeven. Daarbij speelt ook een rol dat je jezelf moet vergeven met compassie. Iedereen maakt fouten en herken ook jouw actieve rol daarin. Er zijn altijd twee kanten. Bovendien, als jij vergeeft, dan maak je dus plaats. Hè? Dan laat je pijn en verdriet en alles wat maar vastzit van het verleden laat je los. En je maakt automatisch ook ruimte voor nieuwe ervaringen en voor meer liefde en compassie. Waar heeft dit mee te maken? We hebben de acht van munten. We hebben de koning van staven en de drie van bekers. Ik heb het gevoel dat je heel hard ergens aan gewerkt hebt. Misschien wel harder dan dat je ooit ergens aan gewerkt hebt. En dat kan zijn een connectie met een vuurteken. En het kan zijn dat je iets te vieren hebt samen. Wat er ook kan is dat het gaat over je werk. Dat je nu iemand of een bepaalde situatie die met je werk te maken heeft gehad. Dat kan waarbij een vuurteken een belangrijke rol speelde. Dat je dat nu loslaat en dat je daardoor in die liefdevolle, zachtere energie komt. Dus bijvoorbeeld als jij boos bent op bepaalde collega's of verdrietig omdat je bijvoorbeeld een burn-out hebt gehad of overspannen bent geraakt of gewoon geen goede herinneringen hebt aan collega's of vrienden, dat je dat loslaat. En dat je dus positief naar de toekomst kijkt, omdat je dit eindelijk los kunt laten. Ook krijg ik het gevoel van dat je iemand vergeeft omdat het niet meer werkt.
En dat kan zijn omdat er gevoelens zijn voor iemand anders. En dat kan bij jezelf zijn of bij de schorpioen. Wie jij dan ook bent als kijker, als crosswatcher of als schorpioen zelf. En die vergiffenis die helpt je om wat het dan ook is, om dat een plekje te geven en uiteindelijk om los te laten. Ik voel hier ook heel veel pijn uit het verleden. Dus misschien een bepaalde mindset dat je geleerd hebt van huis uit om niet op te mogen geven, om vooral loyaal te blijven in situaties. Dus dat je je vastklampt bijvoorbeeld en heel loyaal bent aan werk. En dat je dan zeg maar het gevoel hebt als het niet lukt, ook al komt het maar van één kant, van jouw kant, dat je gefaald hebt of als het niet goed gaat in een relationeel sfeer of ja, dat kan ook in vriendschappen zijn natuurlijk. Als daar iets of iemand tussenkomt, vergeef jezelf, het is gegaan zoals het gegaan is. Je hebt daar het een en ander van mogen leren, hè, groeien. En het is nu tijd om dat los te laten, wat het dan ook is. Ja, het is een algemene reading, dus ik krijg zoveel verhaallijnen door. Voor de kreeften heb ik bereidwilligheid. Ben jij bereid om een compromis te sluiten in de liefde? Of ga jij alleen verder? Dat is wat ik doorkrijg. We hebben hier de dwaaskaart. We hebben de aas van zwaarden. En we hebben de krachtkaart. En nog één kaart. En we hebben de negen van munten. Je bent al die tijd bereidwillig geweest om een compromis te sluiten in de liefde. Of iemand die je lief hebt, kan ook een kind zijn. En nu laat je los. Nu laat je iets los omdat je ziet dat iets misschien niet meer werkt. Of dat een compromis, ja, dat je daar dus beide aan moet werken. En je doorziet de waarheid met die aas van zwaarden. Dat het tijd wordt om op eigen benen te staan, om onafhankelijk te worden, dus op te staan uit deze situatie en dat het heel moeilijk voor je is. Maar tegelijkertijd ga jij hier heel veel kracht uitputten. Het sterkt je en ik denk dat je gaat realiseren dat het allemaal niet zo moeilijk is als dat het lijkt. Volgens mij ben jij veel sterker als dat jij doet denken. En voor de vissen, spontaniteit. Ga voorbij al die restricties. Kan zijn dat je te stijf in dingen bent. Dus te stijf, hoe zeg je dat? Stijfkoppig bent. En dat je meer vrijer en liefdevoller nieuwe dingen mag omarmen. Dus misschien heb jij moeite met flexibiliteit, met vernieuwing. Het kan ook, lieve vis, dat je te maken hebt met iemand in jouw naaste omgeving die daar doorheen gaat. We hebben de vijf van staven. Iemand zorgt duidelijk voor conflicten. En met de zeven van staven. Iemand biedt weerstand en komt voor zichzelf op. En met de vijf van munten geeft dat verdriet. Dat kan zijn door het feit dat iemand heel stijfkoppig en star is. Maar er zit heel veel pijn en verdriet met die drie van zwaarden. En dat moet geheeld worden. Dus geef dat de ruimte. Het kan bij jezelf zijn, maar het kan ook bij iemand anders zijn. Het kan een partner zijn, kan een kind zijn, kan een ouder zijn. Of dat je een goede vriend of vriendin hebt die daar nu doorheen gaat. En misschien jullie beiden wel, dat je misschien kracht kunt putten uit door met elkaar hierover te praten. Dat je dus een andere blik op de zaak krijgt, frisse nieuwe wind, een andere
Omdat ik heb het gevoel, als het gaat om een vriend of vriendin die er ook doorheen gaat, dat zij heel anders in het leven staan dan jij, die daar misschien wat flexibeler in zijn. En dat kan jou misschien wat spontaniteit bijbrengen door naar de zaak anders te kijken. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.